Ik heb me opgegeven voor dit programma omdat ik via social media, Facebook, een spoedcursus zag om verzorgende te worden in een verzorgingshuis voor ouderen. En ja, al helemaal in deze tijd vond ik het heel mooi om iets bij te dragen aan de zorg die het nu zo druk heeft. Eerst kregen we de online lessen en moesten we alle informatie zelf opnemen. En daarna hadden we een skillsdag gehad waarbij we 3 uur alle skills eigenlijk aangeleerd kregen. We krijgen vandaag uitleg over het verzorgen van de cliënt. Bijvoorbeeld de steunkousen aantrekken met behulp van de Dof en Donner. Het aan- en uitkleden van de cliënt. Het wassen en het verzorgen. Ik heb nu mijn eerste 2 dagen gewerkt. Mijn tweede dag zat er net op en ik vond het hartstikke leuk. En daarnaast vond ik het heel leuk om te zien hoe blij alle ouderen zijn met eigenlijk jouw hulp. Al doe je maar zoiets kleins, ze zijn er meteen heel blij mee. En ja, dat is gewoon heel fijn om te doen. Als het iets voor je is, als het je leuk lijkt, ga het zeker overwegen. Want ja, de hulp is sowieso hard nodig. En ik denk dat het voor jezelf ook superleuk is. En ja, een fijne ervaring om dit te kunnen doen.